Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FC 24 Red Bull Leipzig Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Dit is het schema voor de maand februari. We hebben 5 wedstrijden. Union Berlin, Augsburg, Paris Saint-Germain, Gladbach en Bayern München. In deze aflevering gaan wij het opnemen tegen Paris Saint-Germain, Gladbach en Bayern München. We hebben ondertussen 2 keer gelijk gespeeld in de Bundesliga. En dit kan betekenen dat de strijd in de Bundesliga voorbij is. 2 keer gelijk gespeeld. We gaan even snel kijken naar de stand. Ondertussen zijn we gezakt naar plek nummer 3. Als wij die 2 wedstrijden hadden gewonnen, hadden we 46 punten. En was het verschil met Bayern München 7. Maar we hebben 2 keer gelijk gespeeld. Zonde. Ik denk eerlijk gezegd dat wij ons moeten gaan focussen op de pokaal. Ik wil ook zeggen de Champions League. Maar de volgende tegenstander is Paris Saint-Germain. En Paris Saint-Germain hoort bij de top van de wereld. Donnarumma Abdul, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Alexander-Arnold, Gavi, Merino, Lee Kang-in, Dembele, Ramos en natuurlijk Mbappé. Van de laatste 5 wedstrijden hebben ze er 3 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en dus geen enkele verloren. Dit is laatste 16 in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Wacht even. Wat is er aan de hand? Scherpte van Lukeba. Ja, dat valt best wel tegen hè, van deze 2. Gedelje. 98. Ja. Even kijken. Ja, alleen Gedelje dan. Ja, alleen Gedelje. Ja. Dit is de opstelling. Gulaski, Raum, Gudelje, Simakan, Klosterman, Haidara, Slager, Omo, Simons, Sesko, Openda. Voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Wat kunnen wij tegen Paris Saint-Germain? Ja, als we een pakslag krijgen, dan ga ik de tweede wedstrijd niet eens spelen. Want ja... Weet je? Gadverdamme hoe snel is hij. Hij is wel kwijt aan Slager, ja. Hij wil Gavi. Slager speelt heel lekker. Savi is er langs. Savi is er langs. Slager. Slager! Och, en dat schot is dan niet goed, maar wel een lekker begin. Met name voor Slager. 2 keer de bal afgepakt en nu al een schot op doel. Niet verkeerd. En weer is het Donnarumma. Ja, Donnarumma is gewoon te goed daarvoor. We moeten met een beter plan komen, want dit gaat niet werken. Simakan, kan je deze winnen? Savi. En dan, wat gaan we doen, Savi? Slim gedaan. Hij lokt. En dan... Openda. Oh, Openda krijgt een nieuwe slager. Ja, Openda, dat eigenlijk, hè. Ach, wacht. Als Mbappé de bal krijgt, moeten we even stil zijn, hè. Oké. Op de counter. Niet. Raum! 1-0 voor Red Bull Leipzig tegen Paris Saint-Germain. Oké, ik moet wel eerlijk zeggen, we zijn heel goed begonnen aan de wedstrijd. 4-4-2-formatie is zo dominant. Hun spelen met een 4-2-4. Dat betekent, het middenveld is voor ons. En dan zou je dus denken, de aanval is voor hun. Maar ze krijgen nauwelijks de bal. Want we domineren op het middenveld. 1-0 voor tegen Paris Saint-Germain. Ik weet niet wat ik moet zeggen, we staan gewoon voor tegen... Wauw, oké. Nee, blijf gaan. Niet hem laten gaan. En ze hebben de eerste seconde meteen naar het doelpunt. Ja, en dan wordt het meteen lastig. Waarom is er niemand aan? Nee. Nee, hoe dan? Waarom kan hij tussen al deze spelers schieten? Hij gaat tussen al die spelers schieten. Ja, dit... Ja, oké. We hebben het overleefd. Eerste helft is voorbij. 1-0 voor tegen Paris Saint-Germain. En dit is wat we willen zien, hoor. Saaie dag op de zaak voor Mbappé. Hopelijk blijft het ook zo in de tweede helft. Gavi gaat meteen aan de slag in de tweede helft.
Maar ja, geluste man. Is goed. Slagen. Openda is bloedje snel. Buitenkantje voet. Oh nee, maar op. Ik wil hem eraf halen. Nu ja, bro. Hoe kan je niet op doel mikken? Er is niemand. Kijk hier. Hier, dit. Hij mikt niet op doel. Die zijn echt cruciaal, Openda. Die hebben we op de bank. Ja, Poza. De laatste tijd doet hij het ook beter. Weet je, hij verdient ook gewoon kansen. Cisco wordt geblokt. Goed verdedigd. Slager komt er bijna tussen. Dit keer lukt het niet. En daar is Goedelje. En dan is het geen buitenspel. Veel buitenspel. 1 naar voor. Dit is onze bal. Dit is... Hoezo? We hebben hem. We hebben hem. Dani Olmo. Safi! 2-0! Het is de Nederlander! Met het tweede doelpunt van de avond. Voor Red Bull Leipzig. En we staan voor met 2-0. Gaat het dan toch gebeuren? Kwartfinale van de Champions League. Voor de Duitse ploeg. 2-0 voor tegen Paris Saint-Germain. We zijn er nog niet, maar 2-0 is wel echt lekker. Ik wil wel Dani Olmo eraf halen, want Baumgaan, zoals je kan zien, smijltje. Zijn smijlen is rood, want hij wil meer minuten maken. En we hebben natuurlijk Thuram, die terug is, voor Haidara. Thuram. Meteen met de onderschepping. Cisco. Als je buiten spel staat, hè. Openda. Dat! Ja, ik wou hem gewoon eraf halen. Lol. Dus de wedstrijd is klaar. Openda, echt waar, man. Bij 3-0 was het... Jongen. Wat een mooie aanval was dat wel, hè. Die laatste. 2-0 overwinning thuis. Tegen Paris Saint-Germain. Maar ja, we hebben nog één wedstrijd te gaan. En die is in Parijs. Ik moet eventjes wat controleren. Scherpte van... Ja, oké. Prestatiegericht. Maar, wacht even. Thuram natuurlijk terug in de basis. En Thuram krijgt... Ja, moet wel eigenlijk, hè. Prestatiegericht, want zijn scherpte moet omhoog. Maar dat doe ik het wel op volledige. Voor een paar dagen. En Haidara... Prestatiegericht. En dan gaan we naar de wedstrijd tegen Gladbach. En volgens mij... Zou die conditie van Thuram wel slecht zijn. Valt wel mee. Scherpte is niet verkeerd. Oké. Terug naar energiegericht. Scherpte van jou... kom op, man. Lukeba. Energiegericht. We gaan naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Gladbach. Dit zijn de 11. 3-5-2 formatie. Interessant. Maar ja. Lukeba moet eraf. Maar ja, weet je, we hebben Goedelje en Orban. Dat is de reden waarom ik dus een extra verdediger heb gehaald. En scherpte van Orban is 92. Prachtig. Dit is goed. De rest staat goed. We gaan naar de wedstrijd. De wedstrijd tegen Gladbach. Hadden wij niet 2 keer van hun verloren? Of niet? Ik weet niet meer. We speelden zo lekker tegen Paris Saint-Germain. Het zou echt raar zijn als we deze wedstrijd niet kunnen winnen. Weet je? Wat een redding van die keeper. Hij heeft het wel echt tegen, hoor. Maar ja, hij had moeten scoren tegen Paris Saint-Germain. Safi. Het doelpunt! Nee hoor, Omblin met zijn tweede redding in 10 seconden tijd. Itakura wint van Cesco. Ze komen, Orban. Oh, ik ben langzaam. Nee, niks aan de hand. We kunnen lekker voetballen. Openda, en deze maakt hij af hoor. Ja. Vroeg doelpunt voor Openda. Gelukkig, want hij had een paar gemist tegen Paris Saint-Germain. En ik zat er alweer aan te denken om hem te banken voor Poza. Want Poza verdient natuurlijk ook gewoon kansen. Maar dit was echt een vloeiende aanval. Lekker schot van Openda. En Red Bull Leipzig staat voor met 1-0. Even kijken hoor.
15 doelpunten in 21 wedstrijden is niet verkeerd. Zeker niet. Thuram, dat is een duidelijke gele kaart, Thuram. Hij mist nog wel een klein beetje scherpte en dat is te zien. Was zeker weten te laat bij de bal. Oeh, hij komt daar echt goed weg hoor. Zo. De bal kwijt. Penda heeft zoveel moeite met balcontrole. Saki. Niet veel. Ja, staat meer in. Oh, hey, hebben wij de bal? Ja, lekker verdedigd, Klosterman. Eerst even voorbij. 1-0 voor tegen Gladbach. We begonnen super lekker, maar daarna kregen we nog wel een paar kansen, maar die gingen er helaas niet in. Maar ja, als je naar dit kijkt, we zijn wel beter. Raum. Dani Olmo is. Buitenspel! En dat is de aanval, jongens. Luis Openda met zijn tweede van de wedstrijd. En nu is het einde oefening, denk ik, voor Gladbach. Moet wel, man. We zijn al in de tweede helft. Weer een mooie aanval, hè? In één keer passen en dan is het klaar. Openda voor de open doel. Dan wil ik wel even wat doen. Olmo draf voor Baumgartner. Sesko voor Poulsen. En Klosterman voor Hendricks. En dat was hem. Wolf. Dit is niet goed. Thuram moet helpen en dan... Helemaal achterin natuurlijk, hè. Hoppa! Hé! Wat? Nee! Ach, jongen. Gladbach met de aansluitingstreffer. Ik wil even kijken naar de herhaling voordat ik iets ga zeggen, want... Ja. Thuram maakt een rare... Maar ja, oké. Dat doelpunt was niet nodig. En nu is Gladbach terug in de wedstrijd. Hey, Raum. Hoe kan je zo gemakkelijk de bal kwijtraken dan? Nee, niet in een korte tijd. Wat? Oké, we gaan door. 2-2. Heel jammer. Maar we gaan niet opgeven. Openda! Recht op de keeper Omlin. Hoe hebben wij het verpest in 10 seconden tijd? Ik ben voor echt... Weet je? Dat had de paas moeten zijn op Openda en was het klaar. Nee hoor, ik merk dat Gladbach heel anders speelde. Hey, die bal gaat terug naar... We komen daar zo goed weg. Die bal ging gewoon terug. Maar nee, we hebben nog 12 minuten. Poulsen! Je kan dat niet meer. Ah, deze is anders, man. De makkelijkste paas van de wereld. Laag. Even doorbijten. Slaag geeft hem ook niet. Ja, dat is de tweede paas die gewoon niet goed gaat. Nee, weer de beslissende... Weer de beslissende... Elke beslissende paas gaat gewoon niet goed. We gaan echt waar. De beslissende... Pas, jongens. Het mocht gewoon niet zo zijn dit seizoen in de Bundesliga. We geven gewoon een 2-0 voorsprong uit handen. Deze is echt zo teleurstellend. Maar ja, zoals ik al zei, de Bundesliga is sowieso al klaar. Maar dit bevestigt alles. Het verschil met bij München is 12 punten. 13 zelf, nog erger. Ik ga even kijken, want ik zit te denken, ja, de Bundesliga winnen gaat hem niet worden, man. We hebben gewoon... We stonden voor met 2-0. Ik denk... Ja, we gaan naar de volgende wedstrijd. We gaan ons focussen. Want volgens mij zijn we ook uit de pokaal geschopt, hè? Nee. Oké. Dan gaan we ons focussen op de Champions League en de pokaal. De laatste wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain. Leipzig staat voor met 2-0. Wat een wedstrijd tegen Gladbach. Doet me nog steeds pijn, man. 2-0 voor en dan... en dan die passes, die beslissende passes kwamen gewoon niet aan. We staan vol met... En dat is wat ik bedoel, hè. We konden wel winnen van Paris Saint-Germain. En dan gaat het gewoon fout in de Bundesliga. Ja, oké. Gewoon winnen. Niet de bal kwijtraken. Dan.
waar? Hoe dan kunnen wij niet winnen van Gladbach? Ik denk dat het komt door de formatie van Paris Saint-Germain. 4-2-4 formatie. Ze hebben gewoon totaal geen middenveld. We hebben gewoon volgens mij ook gewoon geluk dan dat we Paris Saint-Germain zijn tegengekomen in de laatste 16. Klosterman. Weg. Ze hebben weer de bal. Oké. We gaan even moeten overleven nu, want ze zitten in die fase. Wij verliezen ook heel... Die bal? Is die bal? Geen penalty alsjeblieft. Het is ons niet gelukt, jongens. Paris Saint-Germain heeft de aansluitingstreffer. Geen idee wat daar fout ging. We moeten wel gaan oppassen, want de druk van Paris Saint-Germain is anders, jongens. Dat is een spits, hè. Oh, wat een mooie aanval. Wat een heerlijke aanval. Die had hij moeten afmaken. Hey, Sesko. Sesko kan niet deze, jongens. 3-1 voor. Tegen Paris Saint-Germain. Dit meen je niet. We gaan het... Het gaat toch niet gebeuren dat we het uit handen gaan geven, hè? We zijn in Frankrijk. Safi! En het is weer Donnarumma. Wat een actie trouwens van Safi. We gaan het niet hebben over Donna. We hebben het over Safi. Wat een actie. Nee. Ik weet niet waarom ik de ram krijg en niet. Oh, Bent! Ja, doet hij gewoon weer Donnarumma. Safi. Foutje! Oh, scheidsrechter! Jullie zijn echt op wat anders, hoor! Ongelooflijk! We zijn er bijna. Leipzig is er bijna. Kwartfinale van de Champions League, jongens. Zie me kan. Hé, die bal gaat lekker terug naar Mbappé, natuurlijk. Ja, mooie bal. Oh. En daar is bijna het doelpunt voor. Ja, het gaat heel lastig worden, maar we staan nog steeds vol, gelukkig. Kloster... We hebben de baan nog maar. Wat was dat dan? Klosterman, jouw aannames. Omo! Oh, Benda! Red Bull Leipzig gaat door naar de kwartfinale van de Champions League. Wij hebben officieel Paris Saint-Germain verslagen, my guys. Dit geven wij nooit meer uit handen. En het is gewoon weer Ja, maar dit doet Dani Olmo heel mooi, hoor. Hij ging wel voor zijn eigen schot. Super gierig. Maar ja, een beetje geluk, hè. Openda scoort trouwens weer. Red Bull Leipzig gaat Paris Saint-Germain verslaan. Ja, en dan heb je wel Mbappé. Hij gaat er wel langs. Maar mijn man niks zeggen meer over Mbappé, want hij gaat er wel langs. Maar hier gaat het stoppen. Daar gaat het stoppen! Oké, en is dit rood dan? Is dit rood dan of niet? Hij gaat hem... Maar let even op de herhaling. Ja. Oké, ik heb de laatste verdediger nodig, want dat is Mbappé. Nu zijn we veilig. Nu zijn we veilig. Ik zeg, we zijn veilig. Dani! Hij gaat langs de slijding. 10 minuten op de klok. 2 doelpunten gaan ze nooit maken. Slag! Oh, hun hebben Donnarumma en wij niet. Hun hebben Donnarumma en wij niet. Ja, verder, nog verder weg van Donnarumma. Hoe deel je? Hij kan het wel trouwens. Maar ja.
Slager. Ja. Dat zijn trainingsschootjes, my guy. Voor Donnarumma. Maar het maakt niet uit. We gaan sowieso door. Naar de volgende ronde. De kwartfinale is bereikt. Paris Saint-Germain is uitgeschakeld door Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig heeft de kwartfinale bereikt van de Champions League. Wat een topprestatie. Dit verzin je niet. In de volgende aflevering gaan wij je 3 keer opnemen tegen Bayern München. 3 keer. Want we hebben ze geloot in de kwartfinale van de... Oh, dit verzin je niet, man. Dit verzin je niet. De beker. Dat de eerste. Maar even kijken. Halve finale. Halve finale in de pokaal. En de kwartfinale in de Champions League. Tegen Bayern München. Bizar. Broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. I'm Outski. Take your own method. Looking for the one who's trying to be perfect. Yeah. You'll try to match it. Don't be sad if you don't make it up.